Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Ik zit hier tegenover Henny Spijkerman. En Henny, jij hebt iets heel moois te vertellen voor de voetbalvereniging SV Urk. Vertel. Ja, dat klopt. Dat is zeker mooi. Ik ben op de hoogte gebracht van de situatie bij Urk. Dat de hoofdtrainer weggegaan is en dat ze dus 3 maanden nog door moeten. En ik ben benaderd en gevraagd of ik die laatste 3 maanden af wilde maken. En een aantal gesprekken gevoerd, technische commissie en met de rest van de staf. En die gesprekken waren prima, zodat ik uiteindelijk besloten heb om het te doen. Hoe lang heb je moeten nadenken om ja te zeggen? Hoe lang heb je getwijfeld of je ja of nee zou zeggen? Nou, eigenlijk niet getwijfeld. Maar het allerbelangrijkste voor mij was, en dat is anders dan zeg maar 25 jaar geleden. Toen dacht ik aan mijn carrière als trainer. Maar nu was voor mij het allerbelangrijkste dat ik er plezier in wil hebben. En ja, dat is natuurlijk altijd lastig om dat in te schatten naar aanleiding van 2 gesprekken. Dat heb ik geprobeerd. Maar ik had daar gewoon een heel goed gevoel bij. Dus zo moeilijk was het niet om die beslissing te nemen. Nou heb je ruim 20 jaar ervaring in het betaalde voetbal en zelfs op het hoogste niveau. 10 jaar assistent bij Ajax en bij Ajax gewerkt. Mm-hmm. Wat zie je dan nog als die uitdaging bij SV Urk? Ja, er zijn natuurlijk een aantal. Het is niet 1 uitdaging, er zijn natuurlijk meerdere. De belangrijkste uitdaging is natuurlijk om met elkaar in de 3e klasse te blijven. De 3e divisie. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Maar daarnaast vind ik een van de doelen, en hebben we het ook uitgebreid over gehad, is mijn bijdrage te leveren aan de rest van de staf, omdat zij dan ook weer een stapje verder gaan. Want de staf blijft intact. Peter Wesseling die komt er volgend jaar als hoofdtrainer bij. Maar de rest blijft. Dus dan kan ik ze nog weer een aantal maanden een stukje verder helpen met mijn ervaring. En dat is wel het allerbelangrijkste. Dat vind ik persoonlijk en ook naar de groep toe om te kijken of daar nog rek in zit. En dat zal ongetwijfeld, want er zijn allemaal nog jonge jongens, om daar ook een bijdrage te leveren. Heb jij Urk wat gevolgd? Ken jij de selectie op het ogenblik, nee. Hoe het in elkaar steekt? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik stap daar helemaal blanco in. De enige die ik van de selectie ken is Jan Ras. Maar dat heeft alles te maken met de periode dat hij bij Heerenveen gespeeld heeft. Daar ken ik hem goed van. Maar voor de rest, ik kom natuurlijk heel veel namen tegen. Dat is natuurlijk het voordeel als je met een groep werkt in Urk. Waar allemaal jongens van oud-spelers van mij toen de tijd nog steeds werken. Dus ik, Henry Rombers ben ik tegengekomen, Klaas Wakker ben ik al tegengekomen. En zo zal ik er ongetwijfeld nog veel meer mensen. En dat vind ik ook weer heel leuk om dat mee te maken. En heb je met de technische staf er ook over gesproken? Want ze staan op het ogenblik natuurlijk in op een PD-plek. Mm-hmm. Wat de aanpak gaat worden om daar zo goed mogelijk uit te komen? Ja. Nou, daar hebben we het uiteraard, dat is een van de onderwerpen geweest, niet onbelangrijk. Maar ik realiseer me, als ik aan de klus begin, dan hebben ze nog 10 wedstrijden. Ik heb niet de illusie dat ik alles in 1 keer naar mijn hand kan zetten. Het belangrijkste is dat we doorgaan op datgene waar men mee bezig is. En daar probeer ik dan ook met mijn ervaring mijn stempel op te drukken. Maar ik zal voor een heel belangrijk gedeelte toch afhankelijk zijn van de staf die er nu zit. En dan is samenwerking wel heel belangrijk. En met name, daar hebben we het over gehad. En dat was voor mij ook wel belangrijk om daar een bepaald gevoel aan over te houden. Nou, dat was wel erg positief. Nou, ken ik jou als een hele gedreven trainer. Hè? En zeker een hele goede rechterhand op het hoogste niveau van betaalde voetbal in Nederland. Mm-hmm. Daar kun je eisen stellen aan spelers, kun je verwachtingen uitspreken. Nu met alle respect voor SV Urk, waar je te maken krijgt op een ander niveau, mm-hmm. waar spelers dus echte amateurs zijn. Hoe moeilijk wordt het voor jou straks om te bepalen wat je wel of niet mag en kan vragen? Ja, nou, in de eerste plaats heb je daar natuurlijk de wedstrijden voor nodig. Om wedstrijden te kijken, op trainingen. Met name de eerste training zal ik voornamelijk door de assistenten laten doen. Om te kunnen observeren, om in te kunnen schatten op welk niveau we zitten en wat ik op trainingsveld van ze kan vragen. En uiteraard ook tijdens wedstrijden. Dat vind ik dan het allerbelangrijkste. Waar ik voor moet waken is, en je zei al van fanatisme, nou, ik ben nu 72 en als ik op het veld sta ben ik dat eigenlijk nog steeds. Ik moet er gewoon voor zorgen dat het niet tot frustratie leidt. Niet bij mij, maar ook niet bij de spelers. En ik weet nog wel dat ik het ook met Klaas Wakker over had toen ik 25 jaar geleden bij de club kwam.
toen had ik ambities. Ik wilde hoofdtrainer worden, ik wilde verder. En ik gebruikte Urk, om een volgende stap te maken. Dus ik was bloedfanatiek. Weet je, en daar merkte je al aan dat het niet altijd even goed was wat ik deed. Omdat ik eigenlijk dingen verlangde van spelers waar ze nog niet aan toe waren. Vooral ook omdat het onder andere om mijn ambitie gaat. Ik realiseer me nu dat de uitgangspunten totaal anders zijn. En als je nou kijkt naar, jij kent Urk. Urk is een vereniging en de mensen, de supporters vragen aanvallend voetbal. Nu als je kijkt naar de stand van zaken, ga je daar ook wat in aanpassingen doen? Of ga je toch het hart van de Urkers volgen? Nee, nou sowieso ga ik het hart van de Urkers volgen. Maar dat past ook wel een beetje met mijn manier van spelen. He, ik wil aanvallend spelen. Maar wat wel heel interessant is, en dat kwam ook gisteren in het gesprek met de technische staf, die hebben dus met elkaar gezeten, die hebben de afgelopen maanden hebben ze geëvalueerd en kwamen over een aantal punten uit wat verbeterd moest worden. Nou ja, daar zat onder andere in, we noemen dat zo mooi in onze jargon, de restverdediging. Voor zorgen dat je niet bij balverlies gelijk alweer een goal om de oren krijgt. Ja, daar moet aan gewerkt worden. Dat is de omschakeling van balbezit naar balverlies. Nou ja, dat heb ik daar gelezen en weet ik ook dat je daaraan moet werken. Maar dat was in de periode dat ik 25 jaar geleden bij Urk was ook niet anders. Want ze vallen liever aan dan dat ze verdedigen. Maar het hoort er wel bij. En daar moet je proberen een wisselwerking te vinden. Maar goed, als de wil daar is om daar met elkaar aan te werken, geloof ik er heilig in dat we daar eens in zullen slagen. Nou kom je in het begeleidingsteam, je noemde het al twee namen, Klaas Wakker en Andy Romkes. Mm-hmm. Ja, meer namen die bekend zullen zijn. Hoe is dat voor jou om nou met deze jongens op een hele andere manier samen te werken? Hoe is dat voor jou? Ja, dat vind ik hartstikke mooi. He, ja, omdat je ze als spelers gekend hebt. En zij kennen mij natuurlijk, maar ja goed, er is natuurlijk in de loop der jaren heel wat veranderd. Ze zitten natuurlijk in een hele andere hoedanigheid. Zitten ze nu bij de club als toen als speler. Ja, maar dat is wel heel interessant en dat vind ik wel fijn. Dat is ook een van de redenen dat ik het doe. Omdat ik 25 jaar geleden twee hele mooie jaren gehad. Het eerste jaar was wat moeizaam, moest van elkaar wennen. Het tweede jaar vond ik zelf een heel fijn jaar. Ik heb daar ook vrienden aan overgehouden. Dirk Visser, toen de tijd elftalleider, was daar een van. En daar heb ik nog steeds, alhoewel het wat minder geworden is, maar toch nog steeds contact mee. En dat is me wel wat waard. En daar lopen het nog steeds. Ik hoorde allerlei namen de revue passeren die ik 25 jaar geleden ook tegen ben gekomen. Dus het is een klein beetje ook terugkomen op het oude nest. Dus dat vind ik wel heel interessant. En tot slot, je was succesvol in die twee jaren bij Urk. Zeker dat tweede jaar. Hè? Want in hoofdklasse C toen het hoogste niveau amateurvoetbal in Nederland. En als je daar nou naar terugkijkt, wat zou je graag willen zien dat je nu ook weer krijgt in deze groep? Ja, nou ja, ik ken de groep dus niet. Dat is altijd heel lastig, want dan ga ik iets vragen wat er misschien al wel is. Maar ik denk dat ik vooral wat ik in mijn achterhoofd moet houden is dat je het spel moet spelen met Urk, wat ze graag willen. Ja, en dat is aanvallen, maar nogmaals, wel ervoor zorgen dat je de zaak niet te snel opengooit. Maar ze moeten plezier, net zo goed als ik plezier in voetballen wil hebben. Ik moet me ook realiseren dat dit jongens zijn die allemaal overdag werken en 's avonds twee keer in de week komen trainen zaterdagmiddag een wedstrijd willen spelen. Die willen daar plezier aan beleven. Niet alleen aan de wedstrijd, maar ook aan de trainingen. En plezier beleven is ook iets als beter het gevoel hebben dat je beter wordt met elkaar. Dat is ook, daar kun je heel veel, en met name daar moet je veel plezier aan beleven. Ik kom niet naar Urk toe om in de kleedkamer de pia's uit te hangen. Ik kom naar Urk om met elkaar te zorgen dat we in die derde divisie blijven. En dat we daarnaast, en misschien nog wel even belangrijk, dat we plezier hebben met elkaar. Een heel mooi streven. En aanstaande zaterdag is dan de wedstrijd tegen ACV. Mm-hmm. Wanneer zien we jou op de vorm? Dat zal dinsdag over een week zijn. Dan, ik ben een week weg. Ja, dat stond allemaal gepland. Dat kan ik niet allemaal terugdraaien. Dat wil ik ook niet terugdraaien. Omdat ik met een groepje ga. En dan kom ik vrijdag terug. Volgende week vrijdag kom ik terug. Zaterdag spelen ze uit bij Harkemaarse Boys. Nou, die wedstrijd ga ik vanaf de tribune bekijken. En de dinsdag erop, dan sluit ik aan. En dan beginnen we aan het kawaii. Henny, hartelijk bedankt. En heel veel succes. En hopelijk jouw doelstelling om Urk in die derde divisie te houden. Jouw enthousiasme zal dat zeker een hele positieve bijdrage leveren. Dank je wel. Graag gedaan. We gaan ons best doen.